VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. VVV pakt na het Interland Weekend zondag de draad weer op tegen FC Twente. We blikken vooruit met onder andere Niels Reusler. Maar eerst terug naar 2 weken geleden alweer, de uitwedstrijd tegen PSV. Leemans is dan de man van de standaard situaties. Maar dan gaat de bal naar Promes en die staat toch helemaal vrij. Is iemand is hem helemaal kwijt. En in de 11e minuut is daar het applaus voor de nummer 11 die er niet is. En om zo'n goede reden zijn maar weinig voetballers ooit afwezig geweest in de Eredivisie. Lennarty. Lozano. Strakke bal. Ja, die gaat er bijna gewoon in. Die bal van Leemans en weer staat er iemand helemaal vrij. Nu is het Russeler, de tweede centrumverdediger van VVV, die volledig vrijkomt bij zo'n vrije trap. Het is echt onvoorstelbaar. Arias, oh, iedereen glijdt weg. Dan kan je uithalen, is het schot ook goed. En is de redding van Oenestal een stuk lastiger dan hij al tot nu toe heeft moeten maken. Lozano. Chipt hem richting De Jong. De Jong verlengt en Oenestal, wat een redding. Wat is die snel naar de grond. Zeuntjes, mooi gedaan. Kan die Kastelen wegsturen. Van Krooi, Zeuntjes, Hunt is voor het doel. Daar is Hunte, daar is Van Krooi. Daar is Kastelen en die wordt op tijd verdedigd. Nota bene door Luc de Jong. De Jong. Hendricks vindt hij ruimte voor een schot. Nou, hij krijgt een vrije trap. Zeuntjes houdt vast. En dan moet Zeuntjes eraf. Krijgt hij zijn tweede gele kaart. De enige speler met een gele kaart tot nu toe in de wedstrijd krijgt zijn tweede. En dit is vooral van zo'n ervaren speler een hele domme actie. De bal wordt verlengd en op de lat gekopt. Hendricks glijdt. De Jong heeft. Moet hem nu aan Bergwijn geven. Dat doet hij. De kans is groot. Het doelpunt niet daar, want Oenestal ligt maar weer eens in de weg. De corner van Lozano. Schiet door en is voor een leeg doel uiteindelijk in het doel gewerkt. Bij de tweede paal zit hij er dan toch in en scoort Marco van Ginkel. De keeper die tot nu toe alles had. Heeft dit niet en dat kan je hem niet kwalijk nemen. Bergwijn vertrokken. Zo uit de rug voor Rutteweg. Lozano en De Jong voor het doel. Bergwijn wil het zelf doen. Nee, hij geeft toch wel goed voor op Lozano. Perfecte paas. Perfect uitgespeeld en het is 2-0. En daarmee toch, zou je zeggen, gelopen. Hij dreigt hem zelf in de verre hoek te krullen, maar houdt juist het overzicht. Het kan nog aardig op gaan lopen in de slotfase zo als PSV doorzet. En dan krijgen ze de penalty inderdaad. Kan het dan aardig op gaan lopen. Overtreding op Luc de Jong. Nou, Van Ginkel is de specialist. Lozano zegt, mag ik een keer? Maar Van Ginkel zegt, ja, ik heb er al 6 benut dit seizoen. Laat mij het maar doen. En hij maakt hem gewoon heel beerst. 3-0 PSV. Tweede treffer van Marco van Ginkel. En daarmee is de wedstrijd afgelopen en wint PSV dus met 3-0 van VVV. Het herstel is er ten opzichte van die zo pijnlijke nederlaag in Tilburg. Maar makkelijk, soepel, nee, dat was het ook zeker niet. Ja, ik denk dat we het hartstikke goed hebben gedaan. Als je ziet met welke personele problemen wij ook naar Venlo gingen of naar Eindhoven gingen. En ja, als je dan ziet wat mijn ploeg op de mat weet te brengen, eigenlijk ja, tot aan de rode kaart. Ja, vind ik niet of nauwelijks in de problemen geweest. Natuurlijk, PSV meer balbezit, ook een paar redelijk grote kansen. Maar ik denk dat wij ook zeker een penalty verdiend hadden en echt wel van ons afgebeten hebben daar. Nou goed, de rode kaart is breekpunt helaas. Dus ja, ik denk dat die jongens het gewoon goed gedaan hebben. Ja, weer zo'n breekpunt voor de derde keer tegen PSV. Wat zegt dat jou?
Ja, goed. Ik denk dat het gewoon een beetje ongelukkig is. Ja, meer kan ik er ook niet van maken. Ik denk nog steeds dat de rode kaart, of de tweede gele kaart, te zwaar gestraft was. Maar ja, goed. De interpretatie van de scheidsrechter. En ja, dan moet je toch ook verder. En vlak na zo'n wedstrijd overheerst toch een stukje emotie. Maar ja, aan het einde van de rit heb je soms een keer een ongelukkige beslissing van de scheidsrechter. Die valt soms een keer jouw kant op en de andere keer valt die een keer tegen je. Dus snel vergeten en weer verder. Clint Leemans, Tristan Dekker en Niels Reuzeler staan ook komend seizoen onder contract bij VVV. De opties in de contracten van het trio zijn door de club gelicht. Blij dat de optie gelicht is? Ja, is wel goed. We hebben gewoon een goed team. We hebben het goed gedaan dit seizoen. Het zou leuk zijn als veel jongens blijven. Als we het team een beetje intact kunnen houden. En ja, dit is nu stap bij stap. Ik heb nu nog een jaar. Leemans optie is gelicht. Dekker is nu gelicht. Een paar jongens lopen ook sowieso nog door. Dus is alleen maar goed, denk ik. Met de overige spelers die een aflopend contract hebben, worden momenteel interne gesprekken gevoerd. Het gaat dan onder meer om Lars Oenerstal, Romeo Kastelen, Torino Hunten en Roel Jansen. Ook hoopt VVV nog steeds Lennart T in Venlo te houden. De spits wordt gehuurd van Werder Bremen. In een interview met de Duitse krant Bild gaf T deze week echter aan terug te willen keren naar Duitsland om daar zijn kans te pakken. We hebben hem voor 1 jaar gehuurd en er zijn, naar mijn weten, is er in ieder geval contact tussen Stan en het management van Lennart om te kijken of daar nog meer mogelijkheden liggen om hem nog 1 jaar te huren van Werder. Maar in eerste instantie gaat hij in de zomer terug, dat is ook de afspraak. Ja. En dan moeten we afwachten wat de mogelijkheden daarna zijn. Dus wat hij zegt klopt, maar we zullen er wel veel aan doen of in ieder geval proberen om hem nog 1 jaar langer of wellicht nog langer hier in de koel te houden. Ja, maar hij lijkt nu zelf ook de wens te hebben uitgesproken om toch bij Bremen te kunnen gaan maken. Ja, maar dat snap ik ook. Daar staat hij onder contract. Dat is het hoogste niveau. En hij heeft zich wederom bewezen in de Eredivisie. Dus ik snap dat hij voor zijn kans wil gaan daar, absoluut. En ja, mocht het dan op wat voor reden ook niet lukken, dan moeten wij zo snel mogelijk toeslaan. Iedere dinsdag stellen we in VVV TV een elftal vragen aan een VVV-speler. Als eerste was doelman Lars Oenerstal aan de beurt. Ondertussen kun je een leuke of originele vraag insturen voor Gerald Promes. Dat kan via vvvtv@omroepvenlo.nl of laat een bericht achter via Facebook. Nog leuker is het als je zelf je vraag stelt door hem bijvoorbeeld op te nemen met je telefoon en dat filmpje deelt met ons. Zondag hervat VVV de competitie tegen hekkensluiter FC Twente. Maandag stuurde die club trainer Gert-Jan Verbeek weg. En in Enschede hopen ze natuurlijk op het bekende schokeffect. Nou ja, elke wedstrijd staat op zich. Dus wij weten de kwaliteiten van Twente. En ik denk dat Twente een uitstekend elftal heeft, uitstekende spelers. Individueel uitstekende spelers. Ze hebben niet voor niks de 4e begroting van Nederland. En ik denk dat daar heel veel potentie in dat elftal zit. En om een aantal redenen die ik niet weet, is dat er nog niet uitgekomen. En dat is niet te hopen dat zondag wel uitkomt allemaal. Dus wat dat betreft weet je nooit hoe de dingen gaan lopen. Wij weten wat ons te doen staat. Wij spelen elke wedstrijd hetzelfde. Dus dit zullen we nu ook niet anders benaderen. We moeten wel respect hebben, denk ik. Ze hebben de trainer nu ontslagen. Nieuwe trainer staat voor de groep. Ook al is het een bekende, omdat het de assistent was. Volgens mij hebben ze toen ze de trainer wisselden, hadden ze ook een effect met de assistent-trainer. Dus ze zullen alles eraan doen om hier punten te pakken. Dus ik denk dat we aardig aan de bak kunnen. Wat doet het jou, de positie van Twente op dit moment, als man van de club, mag ik het zo noemen? Ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk. Ik bedoel, toen ik er zat, behoorde Twente tot de top 3, top 5 van Nederland. Nu is het de laatste jaren echt wat minder geworden. Dit jaar om de degradatie te strijden, dat past gewoon niet bij de club, vind ik persoonlijk. En het is wel jammer. Het zou echt heel erg jammer zijn als ze degraderen. Ik hoop het niet voor ze, maar ze moeten ook echt aardig aan de bak de laatste 6 wedstrijden om het nog te halen. Tegen PSV miste Stijn flink wat spelers, maar na een extra week rust wordt de zieke boeg kleiner. Suntjes mist de wedstrijd tegen Twente sowieso vanwege zijn rode kaart tegen PSV.
De enige die daar zeker nog niet bij zullen zijn is Opoku. En het lijkt erop dat de rest toch langzamerhand weer aan het aansluiten is. Een aantal moeten we nog afwachten. Damien moeten we nog afwachten. Tristan. Lennart moeten we nog afwachten. Die heeft nog relatief niet veel gedaan. Maar ja, zoals het er nu uitziet, het sluit in ieder geval weer een aantal mensen aan. Zeker. En we zijn natuurlijk Seuntjes nog kwijt. Dus Seuntjes en Opoku zeker niet. En de rest heb ik goede hoop op. Ja, hoe is het met Opoku? Wat is daarover bekend, die blessure? Ja, er heeft toch wel een behoorlijke kuitblessure opgelopen in die week voor PSV. Dus dat is met name voor hem heel triest. Het hele seizoen is hij daar toch wel heel veel last gehad van blessures. De keren dat hij gespeeld heeft, heeft hij het hartstikke goed gedaan. Zat heel dicht tegen een basisplaats aan. En dan overkomt hem dit. Dus het lijkt een pechjaar voor hem te worden. Maar ik hoop dat hij nog aan het einde van het jaar nog aan kan sluiten. VVV won dit seizoen voor het eerst in de historie in Enschede van FC Twente. Thuis werden er de laatste jaren vaker successen geboekt. Zoals een 2-2 in de laatste ontmoeting in 2013. En een jaar eerder was er zelfs winst. Aardige voorzet. En binnengetikt. 1-0 voor Twente. Ver, de lachende man. Loof voor. Gewonnen van Douglas. Die ligt op de grond. En dus Wildschut 1-1. Ja. Op slag van rust. Wisgerof. Verhoek voor de eerste keer. En wie schiet hem binnen? Dat is uiteindelijk wel gebeurd. Chatli. En 2-2. Dus zal het gezicht nu op vrolijk gaan. Kopbal van Holla. Dit balletje is goed genoeg voor 3-2 Berghuis. Die zijn shirt uittrekt. Geel gaat krijgen. Uchebo. Zo. Het is niet alleen een nederlaag, het is ook een afgang aan het worden voor Twente. Dat op 1 minuut na rust met 2-1 voorkwam. En nu met 4-2 op de billen krijgt van een ploeg die promotie-degradatiewedstrijden moet gaan spelen. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.